door heel Nederland namen 500 basisscholen deel aan het sponsorloopproject Wandelen voor Water. Onderdeel van de sponsorloop was dat de leerlingen een route van 6 kilometer met 6 liter water in hun rugzakken meenamen. Hiervoor was gekozen omdat in ontwikkelingslanden deze afstand een dagelijkse routine is voor kinderen. In Tilburg wandelden ongeveer 230 leerlingen uit groep 7 en 8 voor dit goede doel. Nou, het idee van vandaag is dat ze een wandeling maken door Tilburg met water op hun rug. Zodat ze weten hoe het voor kinderen in bijvoorbeeld Tanzania is, omdat die elke dag ook water moeten gaan halen. En als voorbereiding voor vandaag hebben ze op school een les gehad van de stedenband. Met uitleg over water en leuke activiteit erbij. Familie en vrienden van de kinderen konden sponsor worden en geld doneren voor het project. Het ingezamelde geld is bestemd voor het drinkwaterproject Buambu in het noordelijke gebied van Tanzania. Dit project is mede gekozen door de stedenband die de gemeente Tilburg in dit gebied heeft. Ze leren sowieso waar ze allemaal water voor gebruiken. Dus dan leer je ze ook meteen hoe ze daar bewust mee om kunnen gaan. En ook dat ze heel dankbaar mogen zijn voor het water wat we hier hebben en dat het hier uit de kraan komt. En dat op andere plaatsen in de wereld dat niet zo is. En hoe gaat het er nu toe? Goed. Ja? Ja. Heb je het naar je zin? Ja. Het is wel best wel zwaar. Met die tassen van vol water. Ga je het ook nog volhouden? Gaat het lukken? Ja. En ik ben nog niet moe. En ja, het weer is natuurlijk ook niet helemaal mee. Vind je dat ook jammer? Ja, maar op zich moet je wel tegen kunnen. Ja, want voor een goed doel heb je alles over. Ja. Op het einde van de sponsortocht mochten de leerlingen hun rug ontspannen door de waterflessen leeg te gieten in de vijvers van Interpolis. En het idee is dat ze het water daarmee weer teruggeven aan de aarde, zodat het toch niet verspild wordt vandaag. Want dat is eigenlijk wel het laatste wat we de kinderen leren, is dat ze juist bewust om moeten gaan met water. En ja, het laatste wat we dan willen doen is het water verspillen vandaag. Tom Wegdam, bestuurslid van Waterschap de Dommel, overhandigde een cheque van €2.576,80. De leerlingen wisten in te zamelen. Dit bedrag werd bijna verviervoudigd door Aqua voor Al, Brabant Water, Waterschap de Dommel en de gemeente Tilburg. Waarbij het totaalbedrag opliep tot €9.780,84. De opbrengst komt geheel ten goede aan een project van onze stedenband in Tanzania, in Same. Ze zijn daar bezig met een grootschalig waterproject en daar gaat dit bedrag ook heen. Dus het project is er voor om te zorgen dat een basisschool, een ziekenhuis en een heel dorp toegang krijgen tot schoon drinkwater. In ieder geval op goede afstand van het dorp.